jongens, ik wil weer bij elkaar. Ik wil niet zo in kleine bolletjes, dat vind ik niks. Laat me alsjeblieft weer bij elkaar komen. Ja. Hallo allemaal, terug dit het hier met een nieuwe video. En in deze video gaan we weer Agar.io spelen, deel 3. Ja, wij gaan even lekker dit spel spelen. Jullie kennen het misschien wel. We moeten eerst even een nickname hebben. Nou, ik wil eigenlijk wel de Netherlands zijn. En we gaan eens even lekker spelen. Dus Agar.io, het is een spel waarbij je bolletjes moet opeten, zodat je groter wordt. En ja, dat zijn ook players. Sommigen zijn al heel erg groot. Als je groter dan een player bent, dan kun je die uiteindelijk opeten. En dan moet je zo ervoor zorgen dat je het grootste bent en het machtigste. En dan iedereen zien op te eten. Dus ja, dat is praktisch het doel van het spel. En we gaan het gewoon lekker een keer weer spelen. Dus de vorige keer hebben wij niet in de leaderboard gestaan. En ja, toen zijn we ook niet mega groot geweest. Maar ja, wij moeten deze keer wel wat groter worden. Als je kleiner bent, ben je natuurlijk wel sneller. En ja, die Spain is ook iemand die achter de computer zit. Dus ja, letterlijk. Oh, ja, wow. Oké, jij gaat dus de dingen verpesten. Oh, ik zie daar. Oh, nee, wat? Wow, dat was eigenlijk best wel slim. Maar we gaan... Oké, we doen even... bait gaan we noemen. Bait, dan krijg je namelijk een vissing. Want dat is best wel grappig. Oké, we gaan even hier wat... Oh, wat bolletjes verzamelen. Nee, kill mij niet alsjeblieft, Horse. Horse, doe het niet. Ik ga even wat meer bolletjes verzamelen. Dan kan ik jou straks wel aan. Ja, dat is gewoon een beetje mijn tactiek. Oh, hij wordt groter. Ja, nu wordt hij groter. Oké, dan moet ik dan moet ik zelf ook groter worden. Dus ik ga zoveel mogelijk bolletjes ga ik verzamelen. Tum, tudum, tudum, tudum. We gaan bolletjes verzamelen. Wij gaan bolletjes verzamelen. Oeh, die Horse kan ik bijna aan. Dan kan ik sowieso een klein... Oh, Kou. Hallo, Kou. Dankjewel, Kou. Die gaf me ook gewoon gratis wat spul om groter te worden. We worden wel een beetje slomer, maar dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Die Bastimau, die is bijna groter dan mij. Daar moet ik wel voor oppassen. Oh, daar is Boe. Dankjewel voor het geven. Dankjewel. Ja, dankjewel, dankjewel. Oh, Happy Wheels. Oh, Happy Wheels. Happy Wheels. Ik wil Happy Wheels. Ik wil Happy Wheels. Ah, ik kon Happy Wheels niet pakken. Oké, YOLO. Oh, verkeerde knop. Verkeerde knop. Oh, die pakt mijn stuff. Oh, wegwezen, wegwezen, wegwezen. Oh, die wilde me opvreten. Boe wil me ook opvreten. Wow, Boe is echt super groot. Oké, Netherlands. Ik wil Netherlands. Dankjewel voor de Netherlands. Oké. Ik zie Roemenië zie ik ook. Wow, die is echt vet aan het splitten. Dat is echt niet normaal. Oké, maar ik ben nog niet heel groot, helaas. Maar ik ben wel... Oké, deze gast kan ik wel aan, denk ik. Nee, die kan ik niet opeten. Oké, dat is jammer. Ik had gehoopt dat ik die nog kon opeten. Maar we worden nu steeds groter, jongens. Dat is eigenlijk best wel cool. Ja, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk van die dingen te verzamelen. Een beetje bij Roemenië uit de buurt. Want hij is wel natuurlijk heel groot hier in Roemenië. Oh, ik zie daar een klein dingetje. Oh, die wil ik hebben. Die wil ik serieus hebben. Oké, maar ik zie hier ook heel veel van die dingen. Echt heel erg veel. Oh, doodje. Ik wil doodje hebben. Ik wil zo graag die doodje hebben. Oké, ik ga proberen die doodje te pakken. En die Patimundo. Die Patimundo wil ik ook wel. Dankjewel. Oh, ik pakte die bijna. Oké, Bastimundo wil ik ook wel hebben. Maar die doodje wil ik ook wel hebben. Ja, kom op. Ik wil die doodje. Come on. Je moet straks bij het hoekje komen. Ja, je bent bij het hoekje. Je bent bij het hoekje nu. Je bent bij het hoekje. Come on, doodje. Ik wil jou opeten, doodje. Uh-oh. Ja, oké. Nu gaat hij weer terug. En nou blijft hij erachter haken. Ja, oké. Die doodje is wel slim. Maar ik moet hem eigenlijk hebben. Ik moet hem serieus hebben. Uh-oh. Ja, doei. Doei, 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 doei. Doodje is opgegeten door iemand anders. Wegwezen. Oké, maar we worden wel steeds groter. Ik zie daar trouwens een andere doodje. Die wil ik... Oh, ik zie daar Membruno. Die wil... Nummer 1. Die wil ik... Wat? Hoezo eet hij me bijna op? Dat kan niet. Oké, kom op. Ik wil die nummer 1. Nee, dat lukt niet. Dat lukt niet. Dat lukt niet. Nee, oké, dat lukt niet. Oké, maar we gaan natuurlijk nog wel even kijken of we nog wat andere dingen kunnen pakken. Roemenië. Ah, please Roemenië, pak me niet. Pak die gele dan of zo. Oh, ik word hier een beetje ingesloten, ja. Oh, België. België wordt groot, jongens. Oké, België wordt heel erg groot. Oké, Ratio, ik kan je opeten. Oh, scheize. Oké, nou ben ik wel een beetje de Sjaak. Ja, oké, nu ben ik groter. Nu ben ik groter. Nu weet ik zeker dat ik groter ben. En nog meer. Eet. Uh-oh. Uh-oh. Nou ben ik weer kleiner. Oh, die type is heel slim. Die type is heel slim. Ik wil weer bij elkaar komen. Jongens, ik wil weer bij elkaar. Ik wil niet zo in kleine bolletjes. Dat vind ik niks. Laat me alsjeblieft weer bij elkaar komen. Ja. Kom op, bij elkaar. Pak ondertussen zoveel mogelijk van die bolletjes. Want dat is handig. En ja, ik moet even wat bij elkaar komen. Want ja. Oké, ik groei weer aan elkaar. Dat is altijd handig. Oh, ik zie daar een persoon. Oké. Groei op tijd aan elkaar. Oh, nee. Een stuk van mij werd opgegeten. Dat is niet de bedoeling, jongens. Oh, dat was slecht scenario. Oké.
We gaan op zoek naar, splitten moet je eigenlijk alleen doen als je heel groot bent, want anders dan heeft het namelijk splitten niet zoveel nut. Ik ga denk ik even achter die Frasjipotje aan. Kom op Frasjipotje, jou kan ik wel aan, en Noorwegen, en hier zijn allemaal dingen die ik op kan eten, dankjewel. En die Frasjipotje die kan ik nu echt makkelijk aan. Oh, ik kan die dingen zo beter, ja nu ben ik aardig groot, best groot op zich. Daar ben ik wel blij mee. Oké, Shinyun Fund, die ga ik ook even opeten. Oh, die lol joh, die lol kan ik aan. Die lol kan ik serieus aan. Oh shit, die Sazaar komt eraan. Nee. Ik ben zo dood. Ik ben heel erg dood. Nee, dat valt wel reuze mee. Maar we moeten wel een beetje vluchten voor Sazaar, want dat is wel een hele grote, dus wees daar voorzichtig mee. En die Yusuf, die wil ik op zich ook wel pakken, want die is ook wel erg groot. En als ik die opeet, dan word ik zelf ook wel echt heel groot. Dus het zou echt awesome zijn als we die even pakken. Kom op, Yusuf. Ik wil jou even één keer. Come on. Oh, dat scheelt zo weinig. Maar ik wil hem gewoon echt pakken, jongens. Ik wil hem echt pakken. Kom op, Yusuf. 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 Ik eet hem toch op. Ik eet hem toch op, of niet? Of ben ik niet groot genoeg? Nee, ik ben niet groot genoeg. Oh, wat jammer. Ik ben net niet groot genoeg voor Yusuf. Toch is dat toch best wel jammer hoor. Oh, ik zie daar een seren. Ik wil seren. Ik wil die schrijt niks negen wil ik hebben. En ik zie daar nog een bite. Hallo naamgenoot. Kan ik die Yusuf nu niet bijna. Uh-oh. Wegwezen. Ik wil die seur. Dank je. En dank je voor het kleine spulletje wat jij gedoneerd hebt. Ik ben nu wel wat groter, jongens. Ik zie Seur daar. Dankjewel voor het extra grote maken van mij. Ik zie daar Ellen Foynt. Emmen Foynt. Oh nee, wat doe ik? Oh, wat doe ik? Nee. Oh, dat slaat nergens op. Oké, pas op lol. Nee! Ah, ja, ik ben daar nu ook maar helemaal maar op. We doen nog één keer, jongens. We doen nog één keer met cookie doen we nog één keer. Waarom worden we dan geen cookie? Normaal wil je dan een cookie te worden. Nou ja, boeiend. Oké, pas op. We zijn de maan wel. Dat helpt misschien, de maan zijn. Oké, nou, we moeten dit gewoon even één keer wat beter doen. Want we zijn hier eigenlijk nooit heel goed in geweest. Maar je weet het niet. Als je dit vaker doet, word je er natuurlijk wel beter in. En ik word natuurlijk nu ook al steeds groter. Straks dan kunnen wij de hele wereld aan. Nee, dat kunnen wij niet. Maar please, Fladio, pak mij niet. Pak alsjeblieft iemand anders of zo. Doe dat. Zeker weten. Oké. Oh, ja, dankjewel. Dankjewel, Kahoom. Kahoom wil ik hebben. Dankjewel. En nou kan ik die Fladio ook aan. Nee, die kan ik nog net niet aan. Oké. Ik zie daar Dracula. Dracula. Dankjewel voor Dracula. Oké, nou moet ik wel eerst aan elkaar groeien, anders kan ik namelijk niemand aan. Dus ik moet even kijken. Oh, die kan ik ook wel aan, denk ik. Nou, als ik aan elkaar gegroeid ben, kan ik die wel aan. Maar ja, dan moet ik eerst weer even groeien. Kom op, groei aan elkaar, Moon. Groei aan elkaar, dan kan ik daarna die groene gast pakken. Dus alsjeblieft, groei aan elkaar, jongens. Groei alsjeblieft aan elkaar, voordat die groene gast dat tweede deel van mij pakt. Groei alsjeblieft aan elkaar. Groei aan elkaar. Ja, dank je. Oh, die Fladio kan ik niet aan. Maar ja, wel, op zich wel bijna. Big Ball kan ik misschien aan. Ik heb er even wat van die dingetjes verzameld. En die groene kan ik aan. Dus mocht ik even tijd hebben om die twee te pakken, dan pak ik een van die twee. Vooral die Big Ball, die kan ik vast aan. Dus die ga ik zeker ook even. Come on, die Big Ball die is natuurlijk wel sneller. Ja, die Big Ball wordt natuurlijk nu steeds groter. Dus ik kan maar beter even weggaan. Misschien kom ik straks nog iemand anders tegen die kan opeten. Nashiro is wel redelijk groot, dus ja, daar moet ik maar even niet op letten. Uh-oh, Astio komt eraan. Oh, en nog een grote man komt eraan. Oké, we moeten misschien die Christine pakken, want die is op zich wel redelijk, die heeft wel redelijk wat spul voor mij, denk ik. Dankjewel, Rachel, voor uw spullen. Oshito gaat mij pakken. Oshito, nee, Oshito, doe het alsjeblieft niet. Oh, Doodje, ik kan Doodje pakken. Ik kan Doodje, alsjeblieft Doodje. Oh, Roemenië komt eraan, jongens. Roemenië komt eraan, wegwezen. Oké, kom op, groei aan elkaar. Nu wil ik even aan elkaar groeien, dankjewel. Oké, feed me. Oh, feed me.
Feed Me, die kan ik nu al aan, zonder aan de categorie. Oh jee. I'm number one. Die is, oh, best groot. Die is best groot, jongens. Die is best groot. Oh, die number one, die gaat me opeten. Ja, ik ben de Sjaak. Ik ben echt... Ja, kom op, zeg. Nou ja, volgende keer beter. Bedankt voor het kijken allemaal. En hopelijk tot een volgende aflevering van Agard met Io. Doei!